Hendrik van Veldeke voltooide zijn ENIAS-roman omstreeks 1186 in het oosten van wat wij tegenwoordig Duitsland noemen. Hij deed dat in opdracht van de beroemde edelman Herman van Thüringen, die op die manier optrad als beschermer of meesenas. Hier behandelen we de betekenis van deze ridderroman. De val van het machtige Troje spreekt al eeuwen tot de verbeelding. De Griekse dichter Homeros vertelde het verhaal al in de 8e eeuw voor Christus. In de meest dramatische toonhaard verhaalde hij over de list met het houten paard, de gruwelijke slachting die erop volgde en de totale vernietiging van de stad Troje. Dit alles inspireerde de Romeinse dichter Vergilius in de 1e eeuw voor Christus tot het nationale epos van Rome, de Aeneas, waarin de Trojaan Aeneas met zijn vader en met zijn zoontje de brandende stad ontvlucht en na een hevige storm in Carthago terechtkomt. Daar beleeft hij een passionele liefdesrelatie met koningin Dido. Maar op bevel van de goden zeilt hij naar Latium, Midden-Italië, waar hij de grondslag legt voor het nieuwe Troje, het latere Rome. Toen Velke zijn Eneas schreef, ging hij echter niet bij Vergilius te raden. Hij baseerde zich daarentegen op de anonieme Franse Roman waarin, zoals gebruikelijk in de middeleeuwen, de antieke tekst grondig is bewerkt en aangepast aan een ridderlijke context. Niet enkel beperkte de Franse dichter de invloed van de goden, hij werkte ook de rol van de vrouw en de liefde breed uit. Zo is Lavinia in de Latijnse Aeneas, zeker in het begin. Slechts een geografische aanduiding, namelijk het Lavinische strand. Verder komt zij als personage wel voor, namelijk als dochter van de koning van Latium, maar ze blijft altijd op de achtergrond. In de roman D'Enias daarentegen is het personage van Lavinia veel sterker ontwikkeld. Daar is zij een onervaren meisje dat hopeloos verliefd wordt op de knappe Enias. Ze groeit koortsig, zeg, maar rilt van de kou. Ze kan niet meer eten. Ze brengt haar nachten door met piekeren, met klagen en met zuchten. De Franse dichter besteedt een duizendtal verzen aan haar moeizame ontdekking van de liefde of van Amors. Veldeke gaat in zijn vertaling van de Franse tekst nog veel verder, zoals ook de miniaturen in het Berlijnse handschrift van zijn Enias-romans suggereren. Zelfs de held Enias ontkomt niet aan de verwarring... en de onrust die de liefde met zich meebrengt. Maar hij ervaart uiteindelijk... hoe die een positieve drijfveer wordt in het gevecht. Armes, of strijd, blijkt verbonden te zijn met amors, liefde. Velkens Eneas' roman past duidelijk in een sterke stegen aandacht voor de liefde. In de oudere roman de Thèbes... Wordt zowat 5% van de verzen besteed aan liefdescènes. In Veldeke's Franse brontekst zowat 30%. En bij Veldeke zelf handelen 36% van de verzen over de liefde. Veldeke heeft, zoals zijn Franse collega's, volop de nieuwe gevoelsregisters verkend. Een rollercoaster aan emoties bij het ontluikende liefdesgevoel. De gelukzalige vreugde bij de liefdesontmoeting, maar ook de omstuimige hartstocht, wanhoop en zelfs zelfmoord uit liefde. Dat laatste illustreert Veldeke aan de hand van de Onrechtju Minne, de ongepaste liefde van Dido, die zich verliest in mateloze passie, wat leidt tot isolement in de Carthagese gemeenschap en uiteindelijk tot de dood. Wanneer Eneas haar verlaat, verbrandt ze zijn geschenken en werpt ze zich op zijn zwaard in het vuur. Daar tegenover staat de rechthiumine, de ware, de hoofse liefde van Lavinia. Zij evolueert van een naïef meisje tot een hoofse vrouw die intens met haar geliefde Enias meeleeft wanneer hij in een dodelijk gevecht met zijn rivaal Turnus is verwikkeld. Uit een dergelijke liefde worden mooie dingen geboren. Individueel geluk en een huwelijk. Erkenning in de gemeenschap en zelfs de hoofdstad van de hele beschaafde wereld. Dankzij deze liefde is het verwoeste Troje niet definitief verloren. Het heeft als centrum van hoofdzijd navolging gekregen in het Rome van de keizers. De fakkel werd doorgegeven. Waar de Ainius eindigt met de dood van Turnus... Gaat Veldeke verder? Het huwelijk van Enias en Lavinia wordt besloten met een grootsfeest, waarvoor de hofdag van keizer Frederik I Barbarossa te Mainz in 1184 model heeft gestaan. Veldeke was als ooggetuige geweldig onder de indruk van dit hoogtepunt van prestige en machtsontplooiing. Hij schrijft: Ik heb nooit over een hoffeest te horen vertellen dat zo groot was als dat van Enias, afgezien van het feest in Mainz, dat we zelf hebben gezien. Dat feest was werkelijk enorm groot toen keizer Frederik aan zijn twee zonen het zwaard schonk. Daar werd ter waarde van vele duizenden marken gegeten en weggegeven. Ik denk dat iedereen die nu leeft, nooit een groter feest heeft gezien. Wat de toekomst zal brengen, dat weet ik niet. Ik heb werkelijk nog nooit van een ridderslag gehoord waar zoveel vorsten en mensen van alle standen bijeen waren. Er leven ook nu nog voldoende mensen die de waarheid hierover kennen. Keizer Frederik kwam daarin zo hoog aanzien te staan dat men zonder te liegen hierover iets verbazingwekkends kan berichten tot aan de jongste dag. Zelfs over honderd jaar zal men er nog over. Spreken en schrijven. Door het huwelijk van Eneas in Lavinia te vergelijken met de hofdag van keizer Frederik Barbarossa, legt Veldeke een expliciet verband tussen de stichting van Rome en het Heilig Roomse Rijk, dat men beschouwde als de rechtstreekse voortzetting van het antieke Romeinse Rijk. In die zin zet Veldeke de Duitse keizer neer als de rechtmatige opvolger van Eneas. Die was dus niet enkel de laatste Trojaan en de eerste Romein, maar tevens een lichtend voorbeeld voor de Rooms-Duitse keizers. Eerder zagen we dat Veldeke zijn Eneasroman schreef in opdracht van Herman van Turingen in het oosten van het huidige Duitsland. Men heeft echter veel gespeculeerd over een soort oer-Eneasroman die geschreven zou zijn in het Limburgs, dat heeft geleid tot reconstructies die bijzonder kritisch werden onthaald. Tegenwoordig gaat men er even wel van uit dat de tekst oorspronkelijk werd geschreven voor een Duits elite publiek. En dus van metafaan was gedicht in een taal en met een ideologie die in sterke mate rekening hield met een oostelijke receptie van de tekst. Daar werd het werk alleszins sinds onthaald, zoals de overlevering laat zien. Niet minder dan veertien. Exclusief Duitse handschriften zijn van Veldekes ridderroman bewaard. De Duitse dichters die na hem kwamen, waren trouwens vol lof over het werk van Veldeke, zodat hij terecht als de voorloper en het grote voorbeeld van de Duitse hoofdse literatuur in de 13e eeuw wordt beschouwd.